Veel horecaondernemers zijn boos en teleurgesteld, want de helft dreigt failliet te gaan. En de overheid, die controleert de horeca nog strenger dan andere sectoren. Nou, wij hebben natuurlijk te maken met burgemeester Wouter Kool van Dordrecht. Een heel erg op de regel man, die echt wel over het algemeen heel goed bezig is natuurlijk, maar in dit geval heel erg strikt is op de regels. Ja, de horeca wordt zwaar gehandhaafd, dus het voelt ook een beetje oneerlijk. Dat hoor ik ook vanuit meerdere kanten. Nou, dat is niet het beeld wat ik heb. De horeca is natuurlijk vanaf 1 juni weer open. We hebben ook als gemeente, maar ook in de veiligheidsregio breed gekeken om het horecaondernemers toch zoveel mogelijk ruimte te geven, ook op de terrassen, uitbreiding daarvan te geven. Maar het blijft natuurlijk wel een plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar je wat langere tijd vertoeft, of dat naar binnen is of buiten, waar je gaat zitten eten of in een café elkaar ontmoet. En dat heeft natuurlijk toch een bepaald sociaal aspect. Het is bedoeld om mensen bij elkaar te brengen. En dat is best wel ingewikkeld in relatie tot de aanpak van de coronacrisis, die erop gericht is om te zorgen dat mensen drukte moeten vermijden, etc. Dus we proberen daar zo goed mogelijk een weg in te zoeken. Dat doen we overigens echt met een landelijke lijn. We stemmen daar wekelijks over af met de voorzitters van de veiligheidsregio's. Dus daar zit eigenlijk helemaal geen licht tussen hoe we dat hier doen of hoe dat in Groningen of Maastricht gebeurt. Dus kritiek dat deze voorzitter van de veiligheidsregio iets te veel van de regeltjes is, die werpt u van zich af? Ja, ik ben sterker nog, ik ben van heel weinig regels. Maar ik ben er wel van dat de regels die we hebben, dat we die ook met elkaar naleven. En er zijn ook horecaondernemers die me erop aanspreken van ja jongens, ik doe alles om het goed te doen. Maar ik zie ook dat sommigen er met de pet naar gooien. Dus er wordt ook vanuit horecaondernemers gevraagd om het naleven van de regels. En ik denk dat het ook belangrijk is. We zien nu dat de cijfers, dat het virus goed wordt teruggedrongen. Dat het eigenlijk in een hoekje is gedrongen. Maar dat moet ook wel zo blijven. Het is een levensgevaarlijk virus, nog steeds. We hebben wel met z'n allen in de gaten dat het virus buiten veel minder doet dan binnen. Zou het zo kunnen zijn dat vanaf 1 juli het misschien echt weer gezellig kan worden op de terrassen en wat drukker ook, omdat het virus toch niks doet buiten? Nou, dat het niks doet buiten, dat is echt nog niet bewezen. Daar is wetenschappelijk onderzoek naar gaande en ik vind het belangrijk om dat af te wachten. Maar het is wel zo dat er vanaf 1 juli, dat lijkt nu het geval, dat wordt ook nu bij het Outbreak Management Team in Den Haag wordt dat uitgevraagd en onderzocht. Of het kan, of er ruimte voor is om vanaf 1 juli in de buitenlucht weer meer toe te staan nog dan nu. En ook een wat groter onderscheid te maken tussen binnen en buiten. En dat geldt dan niet alleen voor de horeca? Dat is niet alleen voor de horeca, dat geldt dan voor van alles en nog wat.